Hallo, ik ben Mario en ik rook heel veel zware shag. Mamma mia. Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Snapper. De eerste aflevering getiteld Naaktfoto's en Snapchat had in een paar dagen meer dan 9000 views. Dus ik snap het, jullie willen meer Pokémon Snap en jullie willen meer verhalen over naaktfoto's. Gelukkig heb ik van beiden echt ongelooflijk veel. Ik bloed haast naaktfoto's. Als je mijn DNA analyseert, zie je helemaal geen DNA, maar gewoon naakte mannen. Woo! Nee, echt waar. Ik heb wel het een en ander meegemaakt in mijn leven op het gebied van naaktfoto's. Wil je daar meer over horen? Klik dan alsjeblieft deze video weg, want dit is niks voor jou. Volgens mij is het mogelijk om die Pikachu op die, deze man te krijgen. Daar heb ik toch helemaal geen zin in, joh. In ieder geval, lieve kijkers, wat leuk dat jullie er weer zijn vandaag, soort van. Weet je wel, jullie zijn aanwezig. Wat doet die gast? Nee, kom hier, ik gooi heel veel appels. Ik wil een mooie foto van je reet. Oké, in ieder geval, leuk dat jullie er zijn. Speciaal voor jullie, als jullie nou even een duimpje omhoog doen, dan doe ik een hele goede vraag. Oh god, die dingen zijn zo kut om te fotograferen, hè. Ik wil er eentje op de foto. Schatje, mag ik je foto? Of niet, dat kan ook. Oh, daar komt hij weer. Op je beeldscherm. In ieder geval, ik heb nog wel hier en ander wat leuke verhalen over mij en naaktfoto's. Als jullie nou een duimpje omhoog doen, dan doe ik gewoon iedere aflevering van Pokémon Snap. Praat ik over naaktfoto's. Of niet, misschien hou je helemaal niet van naakt. En dat kan, dat kan gebeuren. Oh, daar heb ik nog een vet leuk verhaal over. Maar eerst het andere verhaal. Snapchat wordt namelijk best wel vaak gebruikt voor het sturen van naaktfoto's naar totaal vreemden. Gewoon een jongen uit je klas. Denk, ja, ik stuur een keer een foto van mijn kut, weet je wel. Kan gebeuren, tenminste. Ik heb dat zelf nooit echt. Ik heb nog nooit echt jongens uit mijn klas een foto van mijn kut gestuurd. Maar ik kan erin komen, weet je wel. De foto gaat toch weer weg. Het is niet eens of je er een screenshot van kan maken. Oh, toch wel? Oh, wat jammer dan. Ik kom mijn Magikarp uit. Ik wil die bitch fucking hard in de foto. Hotse flotse. Oké dan. Hier komt waarschijnlijk weer een Zubat uit. Keihard richting de camera gevlogen. Kom maar hier, Zubat. In ieder geval, ik krijg dus echt nooit naaktfoto's op Snapchat. En ja, daarom zit ik ook nooit meer op, weet je. Waarom zou ik de moeite nog doen, verdomme? Gaat hij ook richting het appeltje eigenlijk? Het lijkt er wel op, ja. Cirkel om mijn appels heen, geitwaas. Oh, dit is wel een mooie foto van die hunter, denk ik. Het is een hunter namelijk, voor de geval ik het nog niet wist. Oh, zit vast een mooie foto tussen. Hey, Pikachu, hier is een appeltje. Ik heb ook geen idee wat je met die knoppen kan. Is daar iets mee? Niemand weet het. Oh, die Diglett, zo lekker. In ieder geval, nu wil je natuurlijk het verhaal hoor. Eenmalig in mijn leven heb ik dus wel een naaktfoto gehad op Snapchat. Het was zelfs een filmpje. Een motherfucking naakt filmpje. Ik zat gewoon wat Snapchat van kijkers te kijken, weet je wel. Dat vind ik soms leuk. Heel soms denk ik van, oh wat leuk, kijkers. Wat laten jullie allemaal voor afdruk achter op de samenleving? Wat hebben jullie meegemaakt vandaag, weet je wel. Dus ik zit tussen de foto's van mijn kijkers, hè. Zie ik opeens een filmpje van een gast die keihard aan zijn pik trekt. Gewoon keihard ongegeneerd aan zijn pik zit te trekken. En ik had zoiets van, ja, weet je wat, ik ben gewoon beleefd. Ik kijk het filmpje af, het is vast een grapje. Aan het einde van het filmpje, gaat ze goed, gaat ze nu in elkaar. Ja. Magneton. Ik dacht, weet je wat, aan het einde van het filmpje is dat die gast gewoon keihard aan zijn pik te trekken. Ik denk, what the fuck, niet leuk, weet je wel. Dit is niet hoe ik mijn leven door wil brengen, maar het is vast een grapje, er komt vast nog wel iets van, hey. Nee dus, nee, ik heb gewoon 10 seconden lang gekeken naar een kijker die gewoon aan zijn pik zat te trekken. En ja, sindsdien zit ik eigenlijk niet meer op Snapchat. Waar gebeurt het verhaal? Jammer dat het zo moest aflopen. Trouwens, voor de mensen die dus afvragen van hoe ga je naar de derde wereld, je hoeft in principe geen punten te verdienen. Je moet gewoon deze gast een appel tegen zijn bek aangooien. Gewoon Pokémon moord is altijd goed. Nou, waarschijnlijk hebben we wel nog een paar extra mooie foto's genomen. Waardoor wij zeker weer in de smaak zullen vallen bij de jury. Deze is wel heel mooi, deze foto van Kakuna. Wat heb ik nog meer van Kakuna? Ja, die is gewoon lelijk. Oh, die is wel goed. Die is wel goed. Een beetje van de zijkant, maar hey, ik doe het ervoor. Foto's van Zubat. Ik weet niet of dit goed genoeg in het midden van het scherm is, maar ik denk dat ik voor deze ga. En die Hunter is dan nog op de achtergrond. Oeh, die foto's van Hunter zijn lekker gelukt hoor. No, de appelman. Ik vind deze foto heel mooi en hij is lekker dichtbij, maar als hij niet in het midden van het scherm zit, verlies je zoveel punten. Dat is heel erg balen, hij is gewoon gigantisch. Ik vind hem goed genoeg in het midden van het scherm. Oké, dan heb je nog die Diglett. Ja, die is gewoon heel blij. Gewoon een blije knakworst.
Even kijken, 3 foto's van Magneton. Je had toch nog een foto van Magnemite gemaakt, toch? Deze is wel goed, lekker in het midden van het schermpje. En 1 foto van Magnemite. Dat is gewoon genoeg, meer heb je niet nodig, Mite. Magnemite. Dus, meer verhalen over naaktfoto's voor meer likes. Komen ze! Wat heel vaak gebeurt bij ons op de middelbare school, en ik denk ook bij bijna alle middelbare scholen, heb je allemaal wel weer zo'n kuthoer. Sorry, gewoon een meisje die een foto maakt van de kut. En die stuurt ze even naar iemand die niet haar vriendje is om een of andere reden, of naar de ex. Het is altijd zo'n verhaal. Een meisje die een naaktfoto naar de ex stuurt of naar een vriend. Dat je denkt van, huh? Waarom? En dat doet ze dan. En dat respect en zo. Oké, krijgen we nu... Oh, waarschijnlijk is het gewoon veel minder. Oh nee, die andere Zoebed-foto was gewoon heel goed. Oké, dan. Ja, ik ga toch gewoon de mooie foto. In ieder geval, bij ons middelbare school is het zeker wel een stuk of 5 keer gebeurd dat er weer een naaktfoto gelekt was. Weet je al, dat dus... het ging uit of zo met een vriendje en de hele school had in één keer die foto. Super gezellig en shit. Alleen dan kreeg je dus het verschrikkelijke... Oh, hij is in het midden van het frame. Nice. Sorry, ik probeer en een game te spelen en een verhaal te vertellen. Dan komt altijd de politie op school. Zo van, waarom? En dan worden sommige mensen gecontroleerd op hun mobiel of ze die naaktfoto erop hebben staan. Huh? Dat is apart. Vind ik apart. Lijkt me sowieso vet ongemakkelijk als je naar de politie moet. Van, hey politie, ja, de hele school heeft mijn naaktfoto. What? Ja, het is gewoon niet handig. Ik zou gewoon zelf naakt naar school inrennen. Is tenminste de hele taboe ervan af, weet je wel. We hadden dus zelf zo'n meisje op school. En die had dus een fantastisch filmpje gemaakt waar ze een haarborstel in de kut stopte. Een super inspirerend filmpje was dat. Ik heb het filmpje zelf niet gezien, want toen was ik gewoon 14 en ik had zoiets van ja, ik ben dol op kinderporno, maar dit komt wel heel dichtbij, weet je wel. Ik ken deze dame. Ja, toen is ze dus eigenlijk best wel lang door het leven gegaan als Madame Borstel. En dat vond ik wel een mooie titel, dat dan weer wel. Ik support dit niet, weet je wel. Stuur gewoon, normaal. En laten we niet iedereen zijn naaktfoto's door de school door laten gaan, want dan kon de politie weer in mobiel checken. En dan kon de politie weer naar mij toe, er zaten weer allemaal porno op en zo. Je moet gewoon porno op. Ik ben vast niet de enige man die een klein paar pornofilmpjes op zijn mobiel heeft staan. Stel, je internet ligt er een keer uit, moet je er ergens op fappen. Ik ga niet fappen op professor Oken met zijn fucking lapjas. Oké, dan. Waarschijnlijk krijgen we een nieuw leveltje aangeboden. Yes, de vulkaan! De vulkaan is wel chill, want als het goed is kunnen we dan meteen een foto maken van Moltres. Oelululu, tjoetututu. Dus dat eigenlijk. Ik denk dat ik... ik weet niet of ik de volgende aflevering weer ga praten over naaktfoto's. Ik heb geen idee of mensen het leuk vinden. Dus dat is een beetje het... Wow! Dan zit er maar pas wel ergens een mooie foto tussen. Dat is een beetje het ding, weet je. Ik kan iedere video serieus gaan praten over naaktfoto's, maar of mensen het leuk vinden, dat is altijd maar moeilijk. Voor mij wordt het een koffing voor te stellen trouwens. Maakt niet uit. We hebben nu in ieder geval appeltjes om te gooien. En daar is een Vulpix. Appeltjes zijn zo chill voor Pokémon Snap. Pokémon's komen even lekker dichtbij. Even een hapje nemen van je vergiftigde appel. A la Sneeuwwitje. Dus ik heb hier nog meer verhalen over naaktfoto's. Nee. Dit was alles. Doe een duimpje omhoog. Gebeurt daar nog wat als je een appel in die lava gooit? Daar nog lavabeest in? Hoe werkt dat altijd? Weet ik niet. Ik weet niet alles. Ik weet heel veel. Maar ik weet niet alles. Ik snap mensen die naaktfoto's sturen op Snapchat overigens nog steeds niet. Stel, er zijn mensen die heel veel naaktfoto's sturen op Snapchat die dit kijken. Leg het alsjeblieft uit. Door middel van een paar naaktfoto's misschien. Een paar van die misschien naaktfotootjes. Oh ja, die wordt geflambeerd. Werd het dan niet inderdaad een Charmeleon? Oh my god. Oh, die Magmar is nu dood. What the fuck? Magmar, don't die, please. Oh, het is zo droog, al die Pokémon's reageren als je appels gooit. Zo dan... Dus dat. Oh ja, ik wil nog een verhaal vertellen. Wat ik namelijk gezien had, hè. Ik zie wel eens dingen. Ik heb ogen namelijk, een goed paar ook. En ik keek dus laatst tv en ik keek TLC. Dat moet je eigenlijk sowieso nooit doen. TLC heeft alleen maar fucked up televisieprogramma's. Echt. Fucking coole motres. TLC heeft alleen maar fucked up televisie. Dat is gewoon een feit. Maar dat is dus iets van een man. En die was zaadgeef seksueel, zo'n beetje. Hij werd geil van het geven van zaad. En hij had geen spermabank. Nee, hij was zelf zaaddonor. Zeg maar, stelletjes die geen kinderen konden krijgen, die kwamen bij hem langs. En dan kwam hij heel snel klaar in een buisje zaad. Dat gaf hij mee. Die mensen reden dan heel snel weg naar een hotelkamer. Dan stopten ze dat zaad zo op, gewoon bam, zo in die vrouw de vagina. En dan gingen ze daarna seks hebben. Omdat die man dus zwak of traag of whatever zaad had. Heel raar, maar die man was ook helemaal lijp. Hij had helemaal rare diëten en zo. Hij sliep in een soort kelder.
En weet je waarom je in een kelder... Oh, die kun je erin flikken. Dat wordt een Charizard. Ja, dat moeten we nog even doen. Hij sliep in een kelder. Tegen de straling. Want hij wilde niet dat zijn DNA gemuteerd werd. Hij wilde echt een perfecte DNA hebben. Hij had alleen maar appels de hele dag. En toen ging hij dus naar de dokter toe. Om een check-up te doen. Van hoe goed zijn zaad was. En toen zei de dokter van ja. Ja, je hebt gewoon eigenlijk gewoon redelijk zaad. En hij zei van wat? Redelijk zaad? Ik leef hiervoor. Ik sport. 3 uur per dag. Ik slaap onder een koperen deken van kak. En redelijk zaad. Zei de dokter, ja, je moet minder sporten. Want er wordt dan heel warm bij je balzakken. Dat is niet goed. Dus wat moet je met dit verhaal? Ga nooit je zaad halen bij die gast. Hij is helemaal lijp. Houd gewoon lekker bij mij. Ja. Gratis. Dat is niet de mooiste foto. Die is wel heel cute. Maar ik weet niet of professor ook echt een hele erge cuteheid detector heeft. Ik vind deze wel heel cute. Ik ga ervoor. 3 foto's van Charmeleon. Oké, gaan even gluren. Ik vind deze wel het coolste, denk ik. Of ja, ik denk deze. Dat is wel een coole foto van Charmeleon, hoor. Oké, foto's van Magmar. Het is maar eentje zeker. Nou, dan neem ik hem even mee. Het is niet echt de beste foto van Magmar die ik heb. Maar hey, het is iets. Beste Moltres foto. Abam, abam of abam. Ik denk toch deze. Hij is wel het kleinst, maar... Oh, dit is zijn rug. Nee, laat maar. Andere Moltres foto, alsjeblieft. Dit is wel zijn bakkes, toch? Ik zie er echt geen flikker op, joh. 3 foto's van Charmander. Deze is zo cute. Deze is super cute. Oh, wat cute. It's so fluffy, I'm gonna die. Zoals mijn vriendin altijd zegt. Over mijn penis. Dus ja, ik wil eigenlijk dat iedereen gewoon een wijze les leert voor deze video. Doe even normaal. En haal je zaad. We hebben geen traag zaad. Ja. Ik denk dat vooral... Ik weet het. Ik ga een paar kijkers hier helemaal op de voetjes trappen. Ik heb wel een paar van die kijkers. Die zeg maar... hoe heet dat? Rode broeken dragen. Daar hou ik niet zo van. Ik hou niet van die strakke rode broeken. Van die echt van die pure hipster broeken. Ik denk dat als je van die strakke rode broeken draagt, je echt heel traag zaad krijgt en je ballen helemaal fijn geknepen worden door de jaren heen. Dat is fijn, want dan kunnen dus die rode broekmensen geen kinderen krijgen. Het is toch een soort evolutie weer, hè, van het goede DNA. Het DNA dat zegt, hé, doe geen rode broek aan. Die mensen krijgen wel kinderen. Mensen die wel rode broeken dragen, die gaan gewoon dood aan een vergiftigde latte macchiato pumpkin spice light mint. Met zonder melk. Een latte macchiato zonder melk. Wat krijg je dan eigenlijk? Kak. Oké, laten we zien. Het is een Magmar. Wat goed gezien, professor ook. Jij bent de Pokémon professor, bitch. Moet je niet helemaal verrast gaan doen dat het een Magmar is? Come on. Wonderful. Moltres. Ik hoop dat we meteen verder kunnen naar het volgende level. Anders wordt het wel een beetje moeilijk. Moeten we weer gaan beatsen. Wat een prachtige pose. 1350 punten. Hoe is de techniek? Oeh, wat goed. Het is wel echt heel goed, zeg maar. Charmander! Ik heb wel goede verhalen verteld deze afleveringen. Misschien moet ik gewoon vaker TLC kijken. TLC is echt een zender met alleen maar fucked up shit. Als je gewoon een goed onderwerp wil voor een video, kijk 5 minuten TLC. Vertel wat je ziet. Door het heel vaag te vertellen en het in een kwartier te vertellen. Bam, YouTube video. Oh, ik kreeg vet weinig punten voor die Charizard, maar het was prachtig. Oh, we krijgen weer wat. Let's return to the lab. Wat krijgen we? Krijgen we nu pestballs? Ik denk het wel. Ik heb nooit heel erg het... Oh, we moeten even go to course. Krijg het volgende level, denk ik. Ja. Oeh, de rivier. Wat goed. Denk ik. Is dat goed? Weet ik niet. Lieve kijkertjes, ik moet nu echt weg. Want ik ga naar Amsterdam voor de opnames van het televisieprogramma Padoen Pats. Waar mijn comedy sensei Roel Zevenburg aan meedoet. Het is een programma met alleen maar one-liners. Ik wou er een paar noemen, maar die heb ik van Roel omdat ze op tv komen. Het is een programma waar ze met een boekje open doen, alleen maar woordgrapjes. En dat dan heel lang. En Roel zei, wil je langskomen? Ik dacht, ja, gratis! Dus daar ga ik nu heen. En ja, deze video. Ik ben waarschijnlijk laat vanavond terug, dus dan komt de andere video. Doe een duimpje omhoog, stuur je naaktfoto's. Niet naar mij, ik heb wel Snapchat. Ik ga vandaag, speciaal vandaag, pak ik het Snapchat stokje weer op. Misschien. Dus dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog. Doei!